Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de Ganse Bijbel. Je luistert naar uitzending 379 van Door de Bijbel. De vorige keer lazen we dat David zijn medeleven betuigde aan de nieuwe Ammonitische koning Ganun, omdat zijn vader overleden was. De mannen die David stuurt met een boodschap van troost, worden echter bijzonder gekleineerd door de Ammonieten. Ondanks de goede verhouding die David had met de overleden vader, gaan zij uit van slechte bedoelingen. Dat heeft nogal wat gevolgen. Opvallend is de zorg die David geeft aan de mannen die schandelijk behandeld zijn. Een goede leider heeft aandacht voor de situatie van zijn mensen. Tussen de verslagen van grote veldslagen wordt dit niet overgeslagen. Zo is ook God. Hij ziet het onrecht dat mensen aangedaan wordt en heeft daar aandacht voor. Daar is hij niet te groot of te druk voor. De Ammonieten zoeken hulp bij de Arameërs en maken zich klaar voor de strijd. David reageert door Joab en het leeuwen uit te zenden. De helden worden ze genoemd. Joab spreekt zijn mannen vlak voor de strijd moed in. Hij roept hen op om moedig te zijn voor hun volk en voor de steden van God. De aanval dreigt zowel van voor als van achteren. Het zal niet makkelijk worden. Joab weet echter ook waarvoor hij strijdt en wie het laatste woord heeft. Hij vraagt God niet om de overwinning, maar vertrouwt erop dat God zal doen wat goed is. Met de erkenning dat Israël aan God toebehoort, laat Joab de eindverantwoordelijkheid in Gods handen. De strijd eindigt in een grootse overwinning. Als er een nieuwe lente aanbreekt, gaan de meeste koningen er weer op uit om strijd te voeren. David stuurt Joab en zijn leger ook, maar kiest er zelf voor om niet mee te gaan. Hij blijft in zijn comfortabele paleis. Terwijl zijn mannen vechten, begint hij een affaire met de vrouw van een van zijn beste strijders. Ze raakt zwanger. David wil de situatie oplossen door haar man in te zetten op een gevaarlijke positie. Hij sneuvelt. En Batseba, de vrouw, komt als Davids vrouw in het paleis. Het is niet het einde van het verhaal. Vandaag horen we hoe God erop reageert in 2 Samuel 12. In 2 Samuel 12 wordt de beschrijving van de geschiedenis van David en Batseba voortgezet. In het vorige hoofdstuk waren we geconfronteerd met de ernstige overtredingen van David, waarbij schijnbaar het onrecht zou triomferen. Maar 2 Samuel 11 werd afgesloten met de woorden dat de Heer deze handelwijze van David beschouwde als een grote zonde. In 2 Samuel 12 grijpt de Heer in door de profeet Nathan. Nathan is als profeet verbonden aan het hof van David. Hij geldt ook als degene die heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van muziek in de tempel. Daarnaast is Nathan degene die mede de geschiedenis van David op schrift heeft gezet. 2 Samuel 12, versen 1 en 2 En de Heere zond Nathan naar David. Toen die bij hem kwam, zei hij tegen hem: Er waren twee mannen in een stad, de een rijk en de ander arm. De rijke had heel veel schapen en runderen. Nathan vertaalde aan de koning een gelijkenis over twee mannen die in dezelfde stad wonen. Een gelijkenis of parabel is een uitgebreide metafoor. Een uitgebreide metafoor is een verhaal wat in Bijbelse literatuur wordt gebruikt, met als doel te onderwijzen. In het verhaal dat Nathan vertaalt, hebben verschillende elementen een diepere betekenis. De ene man is rijk en de andere arm. De rijke heeft een grote kudde en de arme man heeft maar één lammetje. Het is een verhaal dat David met zichzelf confronteert. Het is alsof gij in een spiegel kijkt. Het woord van God is ook voor ons een spiegel die ons laat zien wie we echt zijn. 2 Samuel 12, vers 3 Maar de arme had helemaal niets dan alleen één enkel klein oeilam dat hij gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot, samen met hem en met zijn kinderen. Het at mee van zijn stuk brood, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem. Het valt op dat er over een lammetje wordt gesproken waarvan de arme man hield, alsof het zijn dochter was. Daarmee verwijst Nathan subtiel naar Batseba. De vrouw van Uria. Bat betekent in het Hebreeuws namelijk dochter. 2 Samuel 12, vers 4 Toen er een reiziger bij de rijke man kwam, kon hij er niet toekomen een van zijn eigenschappen en runderen te nemen, om een maaltijd te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. Daarom nam hij het oeilam van de arme man en bereidde het voor de man die bij hem gekomen was. Op zekere dag krijgt de rijke man bezoek en van hem wordt verwacht dat hij een maaltijd opdient. De rijke man is uit gierigheid niet bereid iets te nemen van zijn eigen vee. En daarom neemt hij het lammetje van de arme man en maakt het klaar voor de bezoeker. 2 Samuel 12, vers 5 Toen ontstak David een grote woede tegen die man. En zei tegen Nathan: Zo waar de Heer leeft, voorzeker, de man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. De gelijkenis van Nathan beschrijft een ernstige vorm van onrecht. En het wekt geen verbazing dat David woedend wordt. Hij begint met een eet te zweren bij de heren. Daarmee roept hij God aan als getuige bij de woorden die hij nu gaat zeggen. Hij verklaart dat de man die zulke dingen doet, ter dood moet worden gebracht. David zegt ook dat het lam viervoudig vergoed moet worden. Hij zegt dit naar de wetsregel in Exodus 22. Want de heren gaf aan Mozes het voorschrift waarin een dief, in het geval van veediefstal, een vergoeding moet geven die veel hoger is dan de eigenlijke waarde. In het geval van het schaap moest een viervoudige vergoeding worden gegeven. Andere uitleggers zien in de vermelding van de viervoudige vergoeding een verwijzing naar de vier kinderen van David die zullen sterven. De bedoelde vier kinderen zijn het eerste kind van Batseba, Amnon, Absalom en Adonia. Maar ik wil eventjes van het verhaal afwijken en een vraag stellen: Hoe voelen we ons als we dit lezen? Wat gaat er door onze gedachten in verband met David? Valt het jou in deze verzen ook op hoe gemakkelijk een mens de zonde bij iemand anders ziet en veroordeelt, maar blind is voor de zonde in eigen leven? We zullen het ook zien in Davids reactie op de gelijkenis van Nathan. 2 Samuel 12, versen 6 tot en met 8. En dat oolam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. Toen zei Nathan tegen David: U bent die man. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Ik heb u tot koning gezaalfd over Israël, en ik heb u uit Sauls hand gered. Ik heb u het huis van uw Heer gegeven, en bovendien de vrouwen van uw Heer en uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Judah gegeven. En als dat te weinig was geweest, zou ik u nog wel meer gegeven hebben. Na deze vallen uitlating van David neemt Nathan het woord en zegt dat David deze man is. Daarna laat de profeet zien dat hij niet gekomen is als een particulier persoon. Maar optreedt als officieel gezant van de God van Israël. Nathan somt de waaldaden op die de Heer aan David heeft bewezen. De Heere heeft David gezalfd als koning over Israël en hem gered uit de greep van Saul. De Heer heeft hem ook het beheer gegeven over het huis van Saul. Hij heeft hem zelfs de vrouwen van Saul geschonken. De Heer zegt dat Gij nog wel meer had willen toevoegen aan al deze waaldaden als ze niet genoeg waren geweest. Vooral met de opmerking dat David de beschikking heeft over de vrouwen van zijn Heer Saul, accentueert de Heer dat David al veel vrouwen had, terwijl Uria er maar één had. De Heer zou David alles hebben gegeven wat zijn hart begeerde, maar David verlangde naar iets dat niet van hem was. Ook vandaag noemt de Heer dat nog steeds zonde en een vreselijke misdaad. Ook een man naar Gods hart komt daar niet zomaar ongestraft onderuit. 2 Samuel 12, vers 9. Waarom hebt u dan het woord van de Heer veracht door te doen wat slecht is in zijn ogen? U hebt Uria, de Getiet, met het zwaard gedood. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen en hem hebt u door het zwaard van de Ammonieten gedood. Na de opsomming komt de vraag waarom de koning Gods woord heeft veracht door te doen wat kwaad is in zijn ogen. David heeft de Getiet Uria laten sterven door de handen van de Ammonieten en Batseba tot vrouw genomen. Zondigen betekent ook vandaag nog steeds. De wetten van God verachten. Ook een gelovige kan in zonde vallen en daarmee verracht hij of zij de Heer. Laten wij de woorden van Psalm 119, vers 11 bidden. Daar staat: Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. 2 Samuel 12, versen 10 en 11. Welnu dan, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken, omdat u mij veracht hebt aan de vrouw van Uria, de hetiet genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Zo zegt de Heere, Zie, ik breng onheil over u uit uw eigen huis, en zal uw vrouwen voor uw ogen nemen en hen aan u naast geven. Die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Vanwege de begaane overtreding spreekt Nathan een bestraffing uit over David. Hij verklaart dat het zwaard niet meer zal wijken van het huis van David, omdat hij de Heere heeft veracht en de vrouw van Uria tot vrouw heeft genomen. De Heer voorspelt dat hij kwaad zal laten opkomen uit Davids eigen familie. Hij zal Davids vrouwen nemen en ze schenken aan een volksgenoot, die in het openbaar met hen zal slapen. Deze volksgenoot zal zijn eigen zoon Absalom zijn. Die zal tegen zijn vader opstaan. Absalom zal met Davids bijvrouwen slapen. 2 Samuel 12, vers 12: Voorzeker, u hebt in het geheim gehandeld, maar ik zal dit doen ten aanschouwen van heel Israël en in het volle licht. David heeft in het verborgene gehandeld en er angstvallig voor gezorgd dat zijn zonden bedekt bleven. Maar de Heere zal ervoor zorgen dat David in het openbaar zal worden vernederd, voor de ogen van alle Israëlieten. De Heere laat David niet wegkomen met zijn grote zonde. Het is duidelijk wat de Heere ervan vindt: het is een vreselijke misdaad. David moet hier een pijnlijke les leren. De les uit Galaten 6, versen 7 en 8. Daar staat: Dwaal niet. God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten, maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Het is de Heere die zegt dat zonde zo zwart en verderfelijk is, dat de dood van zijn zoon nodig is tot vergeving en verzoening van al onze zonden. David probeerde het spoor van zijn zonden uit te wissen. Maar dat lukt misschien bij mensen, maar niet bij de Heere God. De gevolgen van zijn zonden moet David levenslang meedragen. David staat ook direct met zijn oordeel klaar, maar hij heeft nog niet door dat het een oordeel over zichzelf is. Hij zweert bij de levende God dat iemand die zoiets doet, ter dood moet worden gebracht. In het Nieuwe Testament vertelt de Apostel Paulus dat het loon van de zonde de dood is. Dat was het toen, maar dat is het vandaag nog steeds. Maar de geweldige boodschap is dat Christus het loon van de zonde, namelijk de dood, van jou en mij op zich heeft genomen en alles op het kruis van Holgotha heeft verzoend. Zo is er dan geen veroordeling meer voor ieder mens die in Christus Jezus is. Geloof jij dat? Ja, dat is fantastisch. Dan worden ook jouw zonden vergeven. Maar dan kan een mens nog wel te maken krijgen met de gevolgen van de zonden. Niet meer met de straf, wel met de gevolgen. Terug naar David. De man naar Gods hart is in zonde gevallen. Zal hij in de zonde blijven of komt hij tot berouw en inkeer? Het kwaad zal uit zijn eigen gezin opkomen. En in 2 Samuel 13 wordt dat werkelijkheid. Het zorgt voor veel pijn en verdriet. Maar het wonderlijke is wel dat men naar David nooit hoort over klagen of roepen tot God. Hij beseft wat hij verkeerd gedaan heeft en aanvaardt de consequenties. We maken allemaal fouten. Daar bestaat geen twijfel over. Maar of we het ook durven toegeven, is een andere zaak. 2 Samuel 12, vers 13. Toen zei David tegen Nathan: Ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zei tegen David: De Heere heeft ook uw zonde weggenomen, u zult niet sterven. Na de strafaankondiging van Nathan beleidt David dat hij heeft gezondigd tegenover de Heere. Tot nu toe is de rol van David in deze geschiedenis niet positief geweest. Maar in dit vers zien we een omslag in zijn optreden. Als hij zou volhard hebben in zijn zonde, had hij alles kunnen ontkennen, of zich kunnen verontschuldigen door te wijzen op de omstandigheden. Zelfs had hij de profeet Nathan kunnen laten doden. Maar dat doet David allemaal niet. Hij beleidt openlijk dat hij tegen de Heer heeft gezondigd. Hij weet dat zonden als achtbreuk en doodslag verboden zijn en dat hij daarom tegen de Heer heeft gezondigd. Hierin blijkt ook dat David het gezag van Gods wet accepteert en ervoor wil buigen. Vanwege het oprechte berouw van David zegt Nathan dat de Heere Davids zonde vergeeft en dat hij niet zal sterven. Volgens de wet moeten bij bewezen echtbreuk zowel de man als de vrouw sterven. Voor de uitdrukking 'de Heer heeft ook uw zonde weggenomen', staat in de Hebreeuwse grondtekst letterlijk 'de Heer draagt uw zonden weg.' Hierdoor moet David de straf voor de overtreding niet ondergaan, hij mag blijven leven. We hebben hier te maken met een bijzonder geval van Gods ontferming, omdat normaal de doodstraf altijd werd uitgevoerd. Persoonlijk berouw kon dat niet ongedaan maken. In het licht van het Nieuwe Testament weten wij wat de Heer met de zonden van David heeft gedaan. Maar ook in het Oude Testament is het al voorspeld, want in Isaiah 53, vers 6 staat: Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. De Heere heeft ook Davids zonden weggedragen en op zijn eigen zoon gelegd. Nathan antwoordde David dat de Heere deze zonde heeft vergeven en dat David daarom niet zal sterven. Maar er blijven gevolgen van Davids zonde bestaan, die niet ongedaan worden gemaakt. Zoals ik al zei, gevolgen van zonde en vergeving van zonde zijn niet hetzelfde. 2 Samuel 12, vers 14. Omdat u echter door deze zaak de vijanden van de Heer zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die u geboren is zeker sterven. David heeft door deze kwestie de vijanden van de Heer aanleiding gegeven om te lasteren. Daarom zal de zoon van David en Batseba sterven. Nadat Nathan zijn profetie tegenover David heeft uitgesproken, verlaat hij het paleis en gaat naar huis. Inhoudelijk is het opmerkelijk dat in deze verzen zowel sprake is van vergeving als van straf. Daarnaast is er het probleem dat het kind moet sterven vanwege de zonde van David en Bathseba. 2 Samuel 12, versen 15 tot en met 19. Toen ging Nathan naar zijn huis, en de Heer trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had, zodat het ongeneeslijk ziek werd. David zocht God voor het jongetje. David vaste streng, en toen hij naar binnen ging om te overnachten, ging hij op de grond liggen. Toen stonden de oudsten van zijn huis op en kwamen bij hem om hem van de grond te doen opstaan. Hij wilde echter niet en had geen brood met hen. Het gebeurde op de zevende dag dat het kind stierf. De dienaren van David waren bevreesd tegen hem te zeggen dat het kind dood was, want zij zeiden: zie: toen het kind nog levend was, spraken wij tot hem, maar hij wilde niet naar onze stem luisteren. Hoe kunnen wij dan tegen hem zeggen: Het kind is dood? Dat zou kwaad doen. Maar David zag dat zijn dienaren mompelden. Daardoor merkte David dat het kind dood was. Dus zei David tegen zijn dienaren: Is het kind dood? Zij zeiden daarop: Ja, het is dood. Als David hoort dat de baby ernstig ziek is, zoekt gij de Heer in gebed en smeekt God om het kind te sparen. David vast en ligt de hele nacht voor de Heer op de vloer. Het kan verbazingwekkend dat David hier bidt om genezing van zijn zoon, terwijl de Heere heeft aangekondigd dat het kind zal sterven. We moeten daarbij bedenken dat David de Heere kende als een genade God, die zichzelf kan laten verbidden. In vers 22 zegt David dat ook. Daar staat, Wie weet, is de Heere mij genadig, zodat het kind in leven blijft. Ten slotte melden Davids dienaren op de zevende dag dat het kind is gestorven. 2 Samuel 12, vers 20. Toen stond David op van de grond, waste en zaalde zich en wisselde van kleding. Hij ging het huis van de heren binnen en boog zich neer. Daarna kwam hij in zijn huis en vroeg om eten. Zij zetten hem voedsel voor en hij at. Nadat David heeft gehoord dat zijn zoon is overleden, staat hij op, wast zich, zaalft zich en verwisselt zijn kleding. Hij gaat naar de tabernakel en knielt voor de Heere neer. Daarna keert hij terug naar het paleis en eet. Daarmee beëindigt hij zijn tijd van vasten. Toen zeiden zijn dienaren tegen hem: Wat betekent het wat u gedaan hebt? Om het levende kind hebt u gevast en gehuild. Maar nadat het kind gestorven is, bent u opgestaan en hebt u de maaltijd gebruikt. 2 Samuel 12, versen 22 en 23. Hij zei: Toen het kind nog leefde, heb ik gevast en gehuild. Want ik zei: Wie weet is de Heer in mij genadig, zodat het kind in leven blijft. Maar nu is het dood. Waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog terug kunnen halen? Ik zal wel naar hem toe gaan, maar hij zal niet bij mij terugkomen. De koning heeft hun als antwoord dat hij hoopte dat de Heer genadig zou zijn en het kind in leven zou laten. Om die reden heeft hij gevast en gehuild, maar hij vraagt zich af waarom hij dit nog zou doen nu het kind is gestorven. Daarmee zal zijn zoon niet terugkeren. David spreekt de overtuiging uit dat hij weet dat hij later met hem verenigd zal worden. David vond troost toen zijn kleine zoontje stierf, omdat hij wist dat hij hem op een dag weer terug zou zien. Het doet me denken aan een uitspraak van Warte Bruinings, namelijk Gelovig sterven is afscheid nemen van de tijd, niet van het leven. Het is het ene mysterie verlaten om het andere in te gaan en op het woord van Jezus de hoop te verwisselen voor de zekerheid. 2 Samuel 12 versen 24 en 25 Daarna troostte David zijn vrouw Bathseba. Hij ging naar haar toe en sliep met haar. Zij baarde een zoon, die hij de naam Salomo gaf. De Heere had hem lief, en zond een boodschap door de dienst van de profeet Nathan, en noemde zijn naam Jedit Ja, omwille van de Heere. David deelt de troost die hij zelf van de Heere heeft ontvangen met zijn vrouw Bathseba. Enige tijd later raakt Bathseba weer zwanger en krijgt een zoon. Ze noemen hem Salomo, en over hem wordt gezegd dat de Heere hem lief heeft. De naam Salomo houdt verband met het Hebreeuwse woord shalom, dat vrede betekent. Het is aannemelijk dat David hiermee iets uitdrukt van de hervonden vrede tussen hem en de Heer. Dat Salomo door God is bemind blijkt uit de woorden die Nathan namens de Heer doorgeeft aan David. Hij noemt Salomo jedit wat geliefde of bemende van de Heer betekent. David is opnieuw aangenomen in gods gunst. Doordat de Heere het onrecht bestraft, is het recht weer hersteld. Gelijktijdig zien we dat er voor David, ondanks zijn grote zonde, een weg tot herstel bestaat. Daarin zien we iets van het karakter van de Heere, die in Christus bereid is tot vergeving. 2 Samuel 12, versen 26 tot en met 31. Joab nu streed tegen Rabba van de Ammonieten, en hij zou de koningsstad innemen. Toen stuurde Joab bode naar David en zei. Ik heb gestreden tegen Rabba. Ook heb ik de waterstad ingenomen. Verzamel dan nu de rest van het volk. Beleger de stad en neem haar in. Anders neem ik de stad in en wordt mijn naam over haar uitgeroepen. Toen verzamelde David al dat volk en trok naar Rabba. Hij streed ertegen en nam het in. En hij nam de kroon van hun koning van diensthoofd, waarvan het gewicht met het edelgesteente een talent goud was. En die werd op Davids hoofd gezet. Ook haalde hij een zeer grote buit uit de stad. Het volk dat daarin was, liet hij eruit halen en zette het bij zagen, bij ijzeren gouwelen en bij ijzeren bijlen. En liet hen overbrengen naar de steenovens. Zo deed hij met alle steden van de Ammonieten. Daarna keerde David met heel het volk terug naar Jeruzalem. Terwijl de gebeurtenissen rond David en Batseba plaatsvinden, is de belegering van Rabba nog steeds aan de gang. Ondertussen zijn we bijna twee jaar verder, de periode van twee zwangerschappen. David verzamelt, op verzoek van opperbevelhebber Joab, de rest van het leger van Israël en gaat naar Rabba en neemt de stad in. Daarna neemt David de kroon van hun koning en plaatst die op zijn eigen hoofd. Vanaf dat moment voert David de heerschappij over de ammonieten. Hij neemt zeer veel buit mee naar Jeruzalem. 2 Samuel 12 eindigt met een vers waarin beschreven staat... Wat met de bevolking van de stad gebeurt, en daarna keert David met zijn leger terug naar Jeruzalem. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchment en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.